Hallo mensen, welkom bij weer een hele nieuwe cottage tour. We zijn op Centerparks de Hutteheugde en we hebben weer een leuke cottage voor jullie op het oog. En dit keer een 4-persoons VIP. We hebben hem al eens een keertje gehad, maar dit is weer net ietsje anders. Het is nummer 329. Gaan jullie mee naar binnen? Daar gaan we. Zo. Zo, deze is nog helemaal nieuw. Wow, kijk. Hier beginnen gewoon hier zo. Kijk, zo zie je hier de spiegel. En dan starten wij hier bij de slaapkamer. Hallo. Hallo. Zeg maar even hallo. Hallo. We gaan hier beginnen. Slaapkamer. We hebben hier nog een kast. Bedden mooi opgemaakt. Een hangkast. Oké, deze sluit niet goed. Ik denk dat de verkeerde hangers in zitten dan. Ik weet het, ik heb anders ook geen verklaring daarvoor. Dan hebben we hier nog een hele mooie eettafel met weer geweldige stoelen. Oh. Ja, het ziet er beter uit, hè? Zo. Ja, ik zei al, we hadden hem al een keertje gehad. Maar hij ziet er toch net weer wat anders uit, deze. Kijk, deze is mooi. Kijk, dit vind ik nou heel gaaf. Zo'n buffetkast erin. Zie je dat? Hier ook nog. En dan krijgen we hier de typische spulletjes. Een hele grote spiegel. Met een hele grote tv. En dan de bank. Die zit. Ik ga eens een keer hier zitten zo. Oh, prima hoor. Heerlijk. En het terras. Oh. Een bijzonder mooi uitzicht zo. Even naar buiten toe. Ja, dat dacht ik al. Hij is natuurlijk dicht. Gaan we even openmaken hè. Zo, die is open. En dan hebben we hier een terras. Kijk. Oh. Daar het grote meer. Daar zo. En hier ook wat water. Dus dat ligt best wel mooi, hè? Een mooie VIP aan het water. Lekker stilte. Heerlijk zo. Ja, we gaan naar binnen. Chris gaat zo nog naar buiten voor de foto's. Nou, wacht even. Ik wil dit nog even laten zien. Als je zo hier staat. Kijk die parasol staan. Mooi, ja, die grote. Zie je? Hoppa. Daar zo. Eigenlijk zit je toch redelijk privé. Niet helemaal privé, maar wel toch wel redelijk. Hier zo mooi de tv weer. En dan gaan we naar de keuken. Vaatwasser. Maak alles voor je schoon. In een andere video heb ik al eens uitgelegd hoe die werkt. Dus dan kunnen jullie ook. Zo werkt deze dan ook. Koffieapparaat. Waterkoker Dolce Gusto. Prullenbak hier beneden. En hier krijgen we dan. Dat is de uitgang. Krijgen we niks meer. Oh. Even wat lampjes aan. Dat zit ook nog. Kijk. Zo. Mooi uit, toch?
Hij is toch net wat anders, hè, Chris? Dan wat we toen hadden, hè? Hij is net weer iets anders dan wat we toen hadden, toch? Ja. Op zich is het natuurlijk gewoon een vier persoons, maar is er net een andere indeling. Dus dat vind ik best mooi. Even kijken, we hebben hier nog wat. De koelkast, de oven. Koelkastje. Een werkhokje hebben we hier zo. Kijk, alles compleet. Barbecue rooster. Hoppakee, alles zit daarin. Dan gaan we naar de grote badkamer. Kijk eens, mensen. Hier is allemaal. Wauw. Grote regendouche. Pakketje met zeep. Spiegeltje. Aan en uit. Ziet het er niet mooi uit allemaal. Bad laat ik niet voorop, heb wel een keertje gedaan. Deze hier die werkt ook gewoon zoals we het kennen, hè. Hier is het licht. Deze licht en hier gaat hij aan en uit. Dus zo werkt hij. Mooi badkamertje, hè? Ja, het ziet er schitterend uit. Ja, netjes. Ja. Het plafond is ook mooi. Wat kan je zien? Ja, met afzuiging. Ja, mooie koepel. Ja, pas op Dagelijks. voor lange haren daar. Ja. Hoe opgezogen. Dan heb ik nog één slaapkamer te gaan. Oh, en het toilet natuurlijk. Het toilet ook helemaal nieuw. Zoals je ziet. En hier de laatste slaapkamer. Ja, ook hier valt me weer op dat er verkeerde kleerhangers in hangen. Dat vind ik dan wel weer jammer, want die passen niet in de kast. Hier zit wel de kluis. Ja. Nou, diegene wie het ziet, kleerhangers even vervangen. En dan krijgen we deze weer. Ja, zie je, het zijn net niet de goeie. Een kleiner formaatje en dat past er niet. Maar goed. Ja, ook hier hangt trouwens ook een tv. Deze is niet aan. Ik heb wel een lampje eraan. Dan zo, kijk. Hoppa. Nou, dat was dan weer die video. Ze blijven mooi. Ze blijven zeer mooi. We gaan hem even lekker afsluiten weer. En dan gaan we kijken of we nog een kunnen doen. Hier. Vandaag. Ja, eens kijken wat er vrij is. Dus ja, even afsluiten. Zo, wordt het tijd om af te sluiten, hè? Nou, wat vond jij ervan? Ik vind het een hele mooie bungalow. Vooral het uitzicht eigenlijk, hè. Ja, ik vond het uitzicht ook geweldig. Ik zal het nog één keer laten zien, zo. Als het water weer wat helderder is nog Ja. steeds een beetje vertroebeld door de opgravingen. Ja, nog steeds, hè? Ja. Het wordt wel met een beetje helderder, maar nog steeds niet helemaal. Nou, maar dan heb je nu maar uitzicht eigenlijk. Ja, je zit hier ook lekker zo. Best wel privé in deze bungalow, moet ik zeggen. Ja. Ja, ik hoop dat de mensen dat ook vinden. Kijk, de bank is keurig. Het is voor vier personen. Je hebt hier de blauwe stoeltje hier zo nog. Dus het is eigenlijk perfect. Grote tv erbij. Nou, ik zou Ja. zeggen. Doe dan maar die duimen omhoog voor Duimpje deze bungalow. omhoog. Ja. Dus niet vergeten, hè? Ook abonneren niet vergeten, is ook gratis. Wil jij nog wat zeggen tegen de kijkers? Ja, laat een reactie achter. Ja, wat jij van deze bungalow vindt, daar ben ik wel benieuwd naar. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus doe dat. Doe die reacties, abonneren, liken, delen. En zeggen wij weer tot de volgende video. Doei! Doei!